hoe komt het dat de banaan met de duct tape eigenlijk kunst was? Omdat die banaan en die duct tape gekozen is door Maurizio Cattelan. Hij is een bekende Italiaanse kunstenaar. En ik kies ervoor, heeft het lef, om een gewone banaan en duct tape in een chique kunstbeurs in Miami op te hangen. Het kunstwerk is voor heel veel geld geveild. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat er een koper is die dat wil daarvoor geven, zoveel euro's. Ik koop waarschijnlijk geen banaan en duct tape. Ik koop een kunstwerk van de befaamde Maurizio Cattelan. Wat wou de kunstenaar met dit kunstwerk nu eigenlijk bereiken? Ik heb Maurizio Cattelan, de kunstenaar, niet gesproken. Maar voor hem is misschien het kunstwerk geslaagd. Mocht hij weten dat er in Gent, dat wij hier aan het discussiëren zijn, aan het praten zijn over wat kunst is en wanneer iets een kunstwerk is. Misschien maakt hij iedereen dat wel een beetje belachelijk. En wie is? Ik denk kunstverzamelaars die duizenden euro's uitgeven voor een dergelijk kunstwerk. Nu zijn er ook mensen op social media die fruit tegen de muur plakken met tape en groente tegen de muur plakken met tape. Is dat nu ook kunst? Oh, dat is fantastisch, hè? Dus dankzij Maurizio Cattelan zijn intussen mensen thuis bezig met kroppen sla, komkommers, courgetten met tape aan de muur aan te hangen. Het is bijzonder interessant, maar zolang hun sla, tomaat of appel niet in het museum hangt of in een galerie hangt, is het niet echt kunst. Nee. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken en vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer Karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.